Wij heten jullie als graadcoördinatoren van harte welkom op onze digitale ouderinfoavond. We stellen graag het directieteam aan u voor. Dat is meneer Kroonen, links, en mevrouw Rutte, adjunct-directeur, rechts. Het is belangrijk om rond het gsm-gebruik van onze leerlingen een paar klare afspraken te maken. Tijdens de lessen en in de klaslokalen zijn alle gsm's uitgeschakeld en worden ze opgeborgen in de opberghoes die in elk lokaal te vinden is. Wordt er door een leerkracht toch een gsm gezien of gehoord, dan wordt die afgenomen en ingeleverd op het secretariaat waar de leerlingen 's avonds voor ze naar huis gaan hun gsm terug kunnen gaan ophalen. Vanaf de vierde keer dat een gsm wordt afgenomen, volgt er een strafstudie. Ook in verband met afwezigheden maken wij graag een paar afspraken met u. Wij vragen u om onze school te verwittigen voor 8:30. Dat kan u doen door een e-mail te sturen of door gewoon even te bellen. Wettigingen voor die afwezigheden worden op school afgegeven zodra je kind terug naar school komt. Is je zoon of dochter meer dan 3 dagen afwezig, dan vragen wij u om die wettiging zo snel mogelijk aan ons te bezorgen. En als het kan, vragen wij ook om eventuele afwezigheden vooraf aan ons te melden. Op tijd zijn is voor ons heel belangrijk. En daarom willen wij ook hier een aantal dingen afspreken. Vanaf 4 keer te laat op school worden onze leerlingen de volgende dag al om 8:00 op school verwacht. Ben je die niet tijdig aangemeld de volgende dag, dan krijg je een sanctie. Natuurlijk worden de ouders hiervan verwittigd. Lesmateriaal bij hebben is ook heel belangrijk om de les goed te kunnen volgen. En wanneer je niet in orde bent, geregeld niet in orde bent, dan wordt daar een melding van gemaakt op het leerlingvolgsysteem. Wij vragen u als ouders om dat thuis ook mee op te volgen of al het nodige materiaal mee in de boekentassen wordt gestoken. Om alles vlot te laten verlopen, hebben wij gezorgd voor een heen- en weermapje. Hierin vind je heel veel rubrieken. De eerste is eentje met communicatie en brieven. Hierin kunnen leerlingen uiteraard alle brieven mee naar huis brengen. Jullie kunnen deze nakijken, eventueel ondertekenen en terug meegeven in dit papje. Hierin vind je ook de afwezigheidsbriefjes. Ook alle taken en opdrachten kunnen erin verzameld worden. Uiteraard ook toetsenbladen die ze steeds zien erbij te hebben. Cursusbladen eveneens. En voor de leerlingen van het eerste jaar zit er achteraan een weekplanner met het lessenrooster in. Rapporten. 4 keer per jaar geven wij een rapport mee, 2 tussentijdse en 2 keer eentje met een definitief cijfer dat meetelt op het einde van het jaar. Ook gaan we zorgen voor 2 keer een rapport met de examenresultaten, maar dit enkel voor de aanstroom en voor een beperkt aantal vakken. Ook gaat er een attituderapport mee naar huis komen, dit 4 keer per jaar. Er gaat geen cijfer op staan, enkel maar een beoordeling, een voldoende duimpje omhoog of een onvoldoende duimpje naar beneden. Onze schoolattitudes zijn dus de sterk attitudes, deze staan voor. De stiptheid, de S dus van stiptheid, op tijd komen en in orde zijn. De T van teamspirit, het samenwerken met de anderen. De E van empathie, behulpzaam zijn en meelevend kunnen zijn. De R van respect, op een beleefde, respectvolle manier met anderen kunnen omgaan. Ook uiteraard de klas- en schoolregels kunnen respecteren. En de K van kracht, gemotiveerd zijn en leergierig zijn. Oudercontacten. Uiteraard bestaat er altijd een mogelijkheid om contact op te nemen met het directieteam en of een leerkracht of alle leerkrachten en uiteraard ook met de leerlingenbegeleiding. Is er een dringend probleem, kan u steeds contact opnemen met de school en kan u een afspraak maken met een van ons. Op onze school vinden wij het ook heel belangrijk dat leerlingen en ouders mee deelnemen aan het schoolgebeuren. Voor leerlingen kan dat door lid te worden van de leerlingenraad. Ze kunnen ook deelnemen aan een aantal middagactiviteiten of zelf ideetjes in een ideebus steken. Ook organiseren wij om de 2 jaar een podium of een Paramundo-project. Wat er dit schooljaar kan doorgaan, weten we helaas nog niet. Dit jaar zal het aanbod iets beperkter zijn.
De ouders kunnen dan weer lid worden van de ouderraad, waarin ze ook hun zegje hebben over het schoolgebeuren. Dit alles, alle schoolactiviteiten, kan je via artikels en foto's opvolgen op de Patat, onze schoolkrant, die je terugvindt op de link www.patat.info. Onze communicatie gebeurt op drie verschillende manieren. Ten eerste hebben wij een sms-systeem. Voor de meest dringende en belangrijke zaken kunnen jullie een sms'je ontvangen van het secretariaat. Daarnaast hebben wij ook onze schoolwebsite www.beabotaniek.be. Daarop vind je allerlei belangrijke informatie, zoals brieven die worden meegegeven, het schoolreglement en sinds kort ook nieuw ons welkompakket dat jullie aan het begin van het schooljaar helemaal kunnen invullen en uitplaatsen. Ten slotte hebben wij ook een Smart School account voor jullie. Zowel de leerlingen als de ouders hebben hier een account op. Daar heb je dus wel een login voor nodig, maar nadien kan je daar alle resultaten van je kind raadplegen. Je kan ook de digitale agenda opvolgen. Je kan in het leerlingvolgsysteem kijken wat er allemaal op school is gebeurd. En je kan hier de afwezigheden doorgeven via een mailtje. Omdat wij gebruik maken van Smart School, hebben wij ook een Smart School protocol. Dat zijn een aantal regels en afspraken die het gebruik van Smart School een beetje duidelijker maken. We vragen van de leerlingen dat ze elke dag eens op Smart School kijken. Dat ze hierbij hun digitale agenda nakijken, hun resultaten in scoren eens bekijken en hun eventuele mailtjes lezen en beantwoorden indien nodig. Ze hoeven dus niet 24 uur op 24 beschikbaar te zijn. Aan de ouders vragen we ook dat ze minstens eenmaal per week eens op Smart School gaan kijken, dit ook om mailtjes te lezen en om resultaten van taken en toetsen op te volgen. Voor leerlingen van de eerste graad zouden wij zelfs liefst hebben dat dit dagelijks gebeurt, zodat jullie je kind goed kunnen opvolgen. Berichten die na schooltijd nog worden gestuurd voor de volgende dag hebben geen geldingskracht. Dit dient voor 16:30 te gebeuren. Het beantwoorden van mailtjes hebben wij graag binnen de 48 uur. Dit geldt zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten als voor de ouders. Opdrachten die tegen de volgende dag moeten uitgevoerd worden, worden ook steeds in de les gecommuniceerd en worden nadien in de digitale agenda geplaatst. Moesten er thuis technische problemen voordoen, dan kan je steeds een briefje schrijven en meegeven aan je kind, zodat wij ook weten dat dit het geval is. Als leerkrachten punten over van toetsen invoeren, dan gebeurt de publicatie onmiddellijk. Bij de ouders komt de melding pas 24 uur later op het account, zodat het kind nog de kans heeft om eerst zelf de resultaten te bekijken en eventueel te bespreken. Indien u nog vragen heeft over iets in ons filmpje of over iets anders, kan u in een Google Meet terecht met de leerkrachten van het klasteam. Bedankt voor het luisteren. Welkom op deze presentatie van de leerlingbegeleiding op Campus Botaniek. Even een woordje uitleg over wie wij zijn en uiteraard ook wat wij doen. In ons team werken 4 leerlingbegeleiders. Hier ziet u een foto van ons allemaal. Aan de linkerkant ziet u Diane Kokkelkoren. Zij werkt halftijds als leerlingbegeleidster in het secundair onderwijs en halftijds in HBO 5. Dit zal tot februari zijn, dan mag zij met pensioen. Daarnaast staat El Staats. Zij werkt halftijds als zorgcoördinator en halftijds als leerlingbegeleidster. Daarnaast ziet u Kelly Schippers. Zij is sinds dit schooljaar gestart als leerlingbegeleidster. Ze zal dit voorlopig 10% doen en 90% nog als leerkracht werken. En vanaf februari neemt zij 60% op als leerlingbegeleiding en de resterende tijd als leerkracht. En daarnaast ziet u Anke Batens. Zij werkt voltijds als leerlingbegeleidster. Nu, leerlingbegeleiding, wat houdt dat net in? Wij werken als studiebegeleider, socio-emotionele begeleider en wij werken met leerhindernissen. Wat verstaan we onder studiebegeleider? Wij helpen bij de studiekeuze en wanneer er problemen zijn met motivatie. Op socio-emotioneel vlak zijn wij eerst en vooral een luisterend oor. Daarnaast gaan wij doorverwijzen naar externe organisaties wanneer nodig.
Bij spijbelgedrag gaan wij ook de nodige stappen zetten om dit op te volgen, als ook bij pestproblematieken. Centraal staat eigenlijk dat wij aandacht geven aan het welbevinden van de leerlingen. Als we kijken naar leerstoornissen, dan zien we dat hier op Campus Botaniek heel veel onder basiszorg valt. Wanneer komt een leerlingbegeleider daaraan te pas? Dat is als er specifieke noden zijn. Nu, u hoort het, wij als leerlingbegeleiding werken hier op school niet alleen. U ziet hier op de print dat we samenwerken met onder andere secretariaat, CLB, de leerling zelf, klasgenoten, de lagere school voor de eerste graad, de leerkrachten. Op de klassenraden wordt er heel veel besproken. Maar dan ziet u linksonder ook staan dat ouders hier heel belangrijk zijn. Vandaar vragen wij ook wanneer er iets is of u hebt vragen, mail ons gerust. Dat kan op het Bea Botaniek mailadres, de voornaam, achternaam van de leerlingbegeleider. U kan een Smart School bericht sturen of u kan ons gewoon telefonisch bereiken. Dankjewel. Dag beste ouders. Dit jaar gaat onze school van start met een Chromebook-project. In dit korte filmpje zal u uitgelegd worden wat dit project net inhoudt en waarom we deze Chromebooks net gaan aanbieden aan onze leerlingen. We zijn dit project aangegaan omdat we aan al onze leerlingen een budgetvriendelijke oplossing willen aanbieden om ook thuis digitaal aan de slag te kunnen gaan. Net om deze reden zal het ook mogelijk zijn om dit toestel maandelijks af te betalen. Verder hebben we gekozen voor Chromebooks omdat we hier zeker zijn van een degelijke kwaliteit en omdat deze ook vaak een stuk kleiner zijn dan de meeste laptops. Wanneer u een Chromebook zou aanschaffen, kan u ook zeker zijn van een heel goede verzekering. Ten slotte heeft de Chromebook ook een zeer lange batterijduur. 8 à 10 uur werken zonder opnieuw te moeten opladen is zeker mogelijk. Verder willen we nog wel even vermelden dat een Chromebook aankopen niet verplicht is. We willen er als school gewoon voor zorgen dat alle leerlingen thuis digitaal aan de slag kunnen en op deze manier willen wij een budgetvriendelijke oplossing aanbieden. Het zal dus ook niet de bedoeling zijn dat leerlingen die een Chromebook aankopen, deze elke dag mee naar school toenemen. Dit is het toestel dat wij aan onze leerlingen gaan aanbieden. Zoals u kan zien is het mogelijk om het toestel maandelijks af te betalen of het gewoon in één keer te kopen. Verder kan u nog kiezen tussen of 34 maanden garantie of 46 maanden garantie. Let wel op, dit zal er wel voor zorgen dat de prijs lichtjes verandert. Voor dit Chromebook-project zal onze school gaan samenwerken met het bedrijf The Rent Company. Het zal ook dit bedrijf zijn dat jullie de garantie zal bieden voor 34 of 46 maanden. Deze garantie heet het Easy for You abonnement. Dit houdt in dat je het toestel maandelijks kan aflossen of meteen kan aankopen. Dat zij een vervangende Chromebook zullen verzorgen indien er iets moet gerepareerd worden. Dat alle services en leveringen op school zullen doorgaan. Dat er ook een dekking zal zijn wanneer er schade is aan de Chromebook of wanneer deze gestolen wordt. En tenslotte zal u de Chromebook ook kunnen aankopen en maandelijks afbetalen zonder het voorleggen van bepaalde documenten. Vanaf volgende week zullen alle ouders een bericht krijgen met alle extra informatie in verband met de Chromebooks en het bestellen van deze toestellen. Wanneer u interesse heeft, zal u in de flyer bij dit bericht moeten klikken op de inlogcode. Daarna zal u gewoon volledig zelf uw Chromebook kunnen aankopen. Deze Chromebooks zullen daarna geleverd worden op school en zo verdeeld worden naar de leerlingen die er één besteld hebben. Vanaf volgende week zal iedereen dus een bericht krijgen via Smart School met extra informatie over zowel het toestel als het bestellen hiervan.